Ik ben allemaal komen. Ik ben Esther van der Ham van Droomvallei Uitgeverij. Mijn uitgeverij bestaat 10 jaar. En sinds een jaar hebben we nu het initiatief van Kleurrijke Schrijvers. Waarbij we elkaar helpen en ondersteunen en samen nog betere boeken maken. Want ja, er zijn zoveel boeken op de markt. En ik vind het wel heel belangrijk dat de boeken zo goed mogelijk zijn. En door dit initiatief van de Kleurrijke Schrijvers lukt dat. Want we helpen elkaar, we steunen elkaar en dat soort dingen. U bent te gast in de Droomvalleituin en dat is een hele bijzondere tuin, want er wonen hier niet alleen mensen, er wonen hier ook dieren. We hebben 2 haantjes, dit is Nia, dat is de minst schuwe van de 2, die is zwart met zilver, zeggen we altijd. We hebben ook nog Alice, die zit binnen, die is wat meer verlegen, dus Nia mag je wel gewoon aaien. Ze lopen rond, dus kijk even uit als je je voeten neerzet, want ik heb het liefst dat we op het einde van de dag nog steeds 2 haartjes hebben. Dus ze zullen wel uit de buurt blijven denk ik, maar ja, kijk even wel uit dat je er niet op gaat staan en ze mogen geaaid worden, maar dit is dus Nia. We lopen ook nog 2 katten rond, de rode heet Bas en die andere heet Roosje, maar Roosje is volgens mij al gevlucht. En wat doet hij het? Ja, je loopt dan. Oké, okay. Ik kan het op. Hallo! Ja, ze hebben op live gaan. Even kijken of je ook wat ziet. Dus, nou, het is een altijd. Daar zijn nog 2 kleurrijke schrijvers. Nou, we waren vast begonnen. Dus, zo'n boekpresentatie is altijd wel een hele happening. Het heeft best wel veel tijd en energie gekost om het allemaal te organiseren. En ik doe dat met heel veel plezier, want ik vind het hartstikke leuk om te doen. Oh, ik wil trouwens ook even Jolanda voorstellen. De kleurrijke schrijfcoach. Vandaag niet. Nou, vandaag is ze kakkerhout met koper en dat is ook wel wat ze is. Jolanda is betrokken bij dit traject van de kleurrijke schrijvers, daarom heet het ook kleurrijke schrijvers, want het is voortgekomen uit een initiatief wat Jolanda heeft opgestart met de kleurrijke schrijfgroep. Hè, en mensen die in de kleurrijke schrijfgroep zitten en die hun boek nog beter willen maken, die mogen als ze willen bij de kleurrijke schrijvers komen. Dus Jolanda heeft ook heel veel zorg en aandacht besteed, met name in het voortraject van de boeken, dus in het schrijven, tijdens het schrijven van de boeken, hè, ondersteuning van de schrijvers, redactie, ondersteuning en dat soort zaken. Dus zonder Jolanda zou dit zeker niet gelukt zijn. Nou, ik moet zeggen, zonder Esther zeker niet. Nou ja. Ik zeg het. Nou ja, weet je wat het gekke is? Je maakt je altijd een voorstelling van zo'n boekpresentatie, hè? Hoe alles gaat lopen. Nou, we zijn nu 10 minuten bezig en het loopt alweer heel anders dan ik had verwacht. Dus ja, dat is ook wel leuk, en dat maakt het ook wel spannend, ook voor mij. Jullie horen al de haantjes. Als mensen naar de wc willen, moeten ze even om het huis heen. Oei. Want er wonen hier ook 2 jongens en die jongens zijn allebei autistisch en die vinden het best lastig, al die vreemde mensen in de buurt en zo. Dus daarom willen we het huis een beetje privé houden. Even kijken. Ik ga dan even hier staan, want er zijn ook mensen die kijken via Facebook mee. Hallo Facebook mensen! Ik zet hem even zo, het is prachtig beeld zie ik wel, maar we zijn er. Ben je live of niet? Ik weet het niet, ik denk het, ik ga er vanuit. Dus, we gaan beginnen met het boek van Petra. Petra, mag ik jou even hier naar voren hebben? Nou, had ik niet aan zien komen. Nee. Ik zet deze even hier. Ik denk dat het een beetje werkt. Oh ja. Ja, daar staat hier nog niet. Ja, daar was natuurlijk ook weer. Blijf achter de draad aan ofzo. Dus dat is echt wat voor mij. Oh, ja, dat kan ik niet zien. Nou, daar lacht hij. Dus zo. Nou, lekker foto's maken nog. Ja, ik kan het niet zien. Ja, dat is er hoort erbij. Dat is slijt. Dit is het einde. Kijk uit voor de draden. Ja, als je het ziet, blijf je gewoon op je plek. Ja, gewoon voor de zekerheid. Het boek van Petra. Ja. Op hoeven en hakken. Tja,
Het is een prachtig boek geworden, denk ik. Petra, die droomde een paar nachten geleden dat zij een boek zou krijgen zonder letters. En weten jullie dat Petra voorspellende dromen heeft? Gisteren dacht ik, ik moet best even weg kunnen, want ik heb alles hartstikke goed geregeld. Alles is klaar. De boeken die zouden op het einde van de middag komen. Nou, dus ik kreeg een appje. De boeken zijn er. Eén boek is er. Ik bellen. Er moeten twee boeken komen. Het bleek dat het boek van Petra niet geleverd is. Niet gedrukt. De drukker is het vergeten. Ongelooflijk. Nee, nou, weet je wat nou zo mooi is? Ik heb een schrijverij al 10 jaar. En ik zeg wel eens, over het hele drukken kan je boeken schrijven. Hè? Van wat er allemaal kan gebeuren, wat er allemaal mis kan gaan. Nou, er is al veel misgegaan, maar dit nog helemaal nooit. En de drukker zei, ja, sorry. Ik zei, ja, sorry. Ik heb hier morgen een tuin vol zitten. Ik zei, er komen mensen speciaal uit Italië voor het boek van Petra. En dan zeg jij, sorry. Nou, zei ik tegen Petra, ik doe mijn boetekleed aan. Bouke, wil je even dat kleed pakken? Die witte met die stippen. Welke? Ja, die witte met die stippen. Die doe je witte met die stippen? Binnen. Ja, die ligt daar ergens. Kijk maar even, zo'n zacht kleed. Want ja, goed, hè, die drukker, dat is natuurlijk lekker slim. Maar ja, ik ben de uitgever en ik sta hier en ik moet het tegen al die mensen vertellen. Ik zei dan tegen hem, nou, je komt het ze zelf maar vertellen. Ja, dat deed hij niet. Ja, die laat. Ja. Niet laat gooien, want dan ligt hij ook nog in de koffie. We hebben wel genoeg ellende. Ja. Ja, fijn. Nou, dus beste mensen, ik moet zeggen, het komt ook niet geheel slecht uit bij deze temperaturen. Ik doe even mijn boetekleed aan. Ik weet dat je had eigenlijk een varken moeten hebben. Ja, die had ik hier maar één dag. En dan ga ik ook nog een kapsel voor je verpesten. Ik dacht, ik vind het wel heel goed. Lieve mensen, zo is het leven. Je kan het nog zo denken dat je het in de hand hebt en er gaat wel eens iets mis. Nou woon ik hier met twee kippen, twee hanen, dat hebben jullie wel gehoord, twee katten, twee jongens en een man. En die man hebben jullie nog niet gezien. Want die drukker die zei tegen mij, ja jammer dan, sorry. En ik zei, ja sorry, dat gaan we niet doen. Dus we hebben een alternatief. Maar dat wordt nu gemaakt. Dus zometeen komt mijn man met de eerste 7 boeken. Vers van de pers. En er komen er meer aan. Maar ja, we moeten nu dus heel de tijd even heen en weer blijven rijden. Om ervoor te zorgen dat er in ieder geval iets is. En als goedemakertje voor de mensen die vandaag het boek van Petra, want ja, jullie willen het natuurlijk allemaal gesigneerd hebben, krijgen jullie er van mij een allerprachtigst kukelkipjes notitieboekje bij. Dus ik hoop dat ik daarmee de pijn een beetje kan verzachten. Want ja, ik vind het natuurlijk, ik bedoel, je kan er wel, ik zei, we maken er gewoon het beste van, maar het is niet het meest ideale, laat ik het zo samenvatten. Maar goed, Petra en ik hebben er uitgebreid over gesproken. En ik heb de uitgebreide wijntje op. Ja! Nog niet van Esther, ja, maar dus ik heb de hakken niet aan heeft. Dus vandaar dat ik denk, nog niet van Esther, ik zei, nou, ik had zien, doet plek toch? Nou ja, ik zei, hou het wel zo dat je morgen wel... Ja, maar het was wel even slikken. Ja, mag ik hem uit? Ja, voor mij wel, ja, Esther. Ja, nou ja. Slikken, ja. Is niet anders. Ja. Nou, ik heb er ook echt best wel slecht van geslapen. Ja, maar ja, weet je, kijk eens. Ik zei ook, dat helpt ook allemaal niks. Nee. Hè? Want door slecht slapen staan die boeken niet in een stok voor de deur. Nou, ik kan wel vertellen, het is wel de laatste vervelende verrassing voor vandaag. Dus de rest kan gerust zijn. Nou ja, die van Petra, die komen er. Ja, die komen dinsdag. Dat is een typisch geval van nog even geduld aan. Ja, mijn geduld is enorm goed proef gesteld. Ja, dus ik weet niet of je zelf nog even wat therapeutische ondersteuning hebt. Nee hoor, nee. Ja, nou ja, wat moet ik ervan zeggen, Esther? Ja, maar ja, ik had van de week al zoiets van, ik kan niet geloven dat mijn boek uiteindelijk er komt.
Dat echt, ik dacht van jeetje, ik had niet geloofd, dat ik hem zaterdag heb. Nou ja, is het niet. Ja, is het gewoon niet. Dus ja, dus met een minuut of 10. Dus er komen, we hebben het al over gehad, het worden collectors items. Ja. Dus ik zou zeggen, zijn collectors. Ik mag er één, hè? Ja. Ik heb voor iedereen een 20 boeken. Dat is 20 boeken. Dus er is voor iedereen een boek. Zullen ze veilen voor de hoogste? Ja. En de echte boeken worden opgestuurd. Die komen van de week, dinsdag krijgen ze binnen. Dus, en dan krijgt iedereen... Iedereen krijgt ook nog een echte naag. Dus zorg even dat we jullie adressen hebben. En dan krijgen jullie ook nog een echt boek naag. Ja, dus die komen er wel. Ja, maar ja. Dus jullie hebben iets in handen dat niemand heeft. Het is een echt boek. Maar het is niet het boek van wat... Wat voor boek is het eigenlijk? Ik heb gezegd, ik wil een zo goed mogelijk boek voor elfen. Nou, het is 11:30. Ik heb waarschijnlijk stripverhaal. Ik wil ook nog even. Ja, ik weet nog iets. Maar volgens mij doet hij het niet. Dus. Maar goed, die niet. Wij zijn twee keer natuurlijk bij Elena geweest, Stilleke Schrijven. In Amsterdam ook nog een keer bij Elena. En samen naar Friesland om de Waddenbundel. Om de Waddenbundel te promoten, ze hebben het er nog over in Leeuwarden en die hebben niet je boek. Maar ja, ik heb dan toch in ieder geval vast voor je de enige echte kleurrijke schrijfcoachbekers. En vast in ieder geval je eigen postzegel. De echte postzegel. Niet je boek mee versturen. Ik wou net zeggen, die ga ik niet versturen. En de boek komt ook. Ik zat gisteravond te eten, toen belde ik. Ik zie het. Petra, kijk eens in de camera. Nou, ik hoop dat de drie boeken die ik ga geven, die ik aan mensen wil geven, omdat die gewoon heel belangrijk voor mij zijn geweest. Maar dat ga ik dadelijk pas doen als ik ze heb. Dus als ik vaak mijn 7 boeken heb, dan ga ik er 3 van uitdelen. Ja, die voor mij gewoon heel belangrijk zijn geweest tijdens mijn schrijfproces. En ik kan wel verklappen van ambitie zijn, maar ik ga ze nog niet uitdelen. Nee. Want ik heb ze nog niet. Maar mijn allereerste boek wat ik uit wil delen, dat is aan Seel. En Seel, kom eens hier, Seel. Ja, verrassend. Dat had je niet gedacht, hè? Nee. Kijk uit voor het snoer. Ja. Nou, Sil, jij krijgt van mij het allereerste exemplaar, want we hebben samen pebbles gehaald. Ja. We hebben samen alles met pebbles meegemaakt. Ja. Lief en leed. Ja. Jullie zullen Sil ook gaan herkennen in het boek. Heb je er nu een beeld bij, wat ik eigenlijk leuker had gevonden als jullie dat zelf hadden gezien. Maar goed, Sil is zo belangrijk voor mij geweest. En nog. En dus jij krijgt als eerste. Nou, dan moet je even wachten, Seel. Ik heb geduld. Ja, weet ik. Ik wacht al 7 jaar. Ja, ik ben zeker. Het tweede boek wat ik ga uitreiken, dat is van Elena. Elena, kom hier. Kijk uit. Waar kom je naar voren? Kijk uit, stoel. Wacht, Elena. Heb ik 7 jaar geleden ontmoet op de berg. In Toscane met mijn schrijfzusjes. Oh, daar heb je ze. Ik heb even kijken. Rustig. Ja. Ik heb Elena 7 jaar geleden ontmoet met mijn schrijfzusjes. Ik wil het even zien. Ja, Zeer goed, nog even hier. Even wachten. Tadaa!
Nou, eerlijk gezegd, ja. Ik vind hem geweldig. Ik heb er bijna van over. Ja, ik ook. Ja, je moet even dichtbij zo. Ja. Ik wil straks ook op de foto, maar ja, die gaan niet meer. Ja, we doen nog een uitgebreide fotosessie zo meteen, want we moeten wel goede foto's stellen. Nou, deze is voor jou. Ja, eindelijk. Doe voorzichtig, ja. Want als je hem te ver openklapt, dan valt hij uit het raam. Maar dan geef je de koester deze, ja. De echte krijg je van de week. Ach, wat leuk. Maar ik ga er wel signeren voor je. Ja, hè, hè. Ah, deze moet je echt goed bewaren, hoor. Ja, want dat is echt. Dit zijn boeken met twee verhalen. Zo? Daar komt. Waar de eerste druk? Ja. Ja, 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 tweede druk worden, hè? Dus, eerst is het alleen maar voor. Ja. Moet je het nummeren? Ja. 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 Moet je het nummeren? Ja. Deze is voor jou. En Elena heb ik 7 jaar geleden ontmoet op de berg. Met een schrijfzusje, onder leiding van Marelle Broersma. Het jaar daarna zijn we weer met de groep geweest. Dat was ook super gezellig. En het jaar daarna ben ik weer gegaan. En het jaar daarna ben ik weer gegaan. En daarna ben ik weer gegaan. Want ik ben ieder jaar bij Ellen op de berg geweest. Ja. En eigenlijk mede door de coronacrisis is het. Ik liep natuurlijk vast. Ik liep vast. En het kwam niet verder. En ik stagneerde. En ik kon niet meer schrijven. En er kwam een coronacrisis. En er kwam een kind bij ons in huis. Dus ja, er was van alles aan de hand. En het is 1,5 jaar geleden. Nou, met de coronacrisis zou het komen. En toen is het uiteindelijk niet doorgegaan. En toen zijn wij gaan, ben je maar helemaal gaan begeleiden. Ja. Dus we zijn van wat ik zag door de chaos, zag ik het niet meer. Ja. Zijn we eigenlijk vanaf het begin van het boek tot het eind zijn we helemaal doorgaan. En daar heeft Elena me helemaal mee geholpen. En ze was heel streng. En ze was heel, je was best streng. Ja, wat wil de lezer deze? Niet dat! Ik hoor het beschrijven. Ja. Ja, en zo ging dat dan. Of van, oh, daar wil ik meer van weten. Nou, daar wilde ik eigenlijk niet aan schrijven. Maar goed, uiteindelijk hebben we de titel gewonnen geroepen en achter. En zo is eigenlijk het allemaal, uiteindelijk is het daardoor niet op de grond gekomen. Hè? En, maar ja, de originele krijg je nog. Maar deze is voor jou. Super bedankt. En ik wil je één ding. Ja. Ik heb ontzettend foto van je voorstellingsvermogen. En ik vind dat je ontzettend veel doorzettingsvermogen. Die twee dingen samen maken je creatief. En maken dat een fantastisch. Ja, wel. Mooi gedaan, man. Ja, ja. Ja, maar ik ben ook helemaal goed. Nou, ik ook. Ja, nou. Ook op mijn boek. Ja, ja. Ja. En voor wie zou die zijn? Aan mijn moeder. Ja. Jo. Ja. Dat is een prijs. Kijk uit voor het snoertje. Ja. Ja, voor mijn moeder, hè, bedoel ik. Niet voor jou. Ik heb hem iets veiliger gelegd. Het laatste boek is voor mijn moeder. Ja. En je dacht wel, laat natuurlijk dus graag krijgen geen ziekte op de zaal. Dus of wat dan ook. Op haar stuur ze me niks door, maar goed. 7 jaar heb je met me meegeleefd. Ja. 7 jaar dacht ik van, wanneer komt dat boek ze nou eerst? Wat moet ze met een vark? Dat hebben ze niet voor mij. Wat is dat toch met dieren? Ja. En moet ze weer schrijven? En ze heeft geen tijd voor mij. En nou ja, noem het allemaal maar op. Ja. Is dat boek nou nog niet af? Wat moet je dan herschrijven? Nou ja, dat soort vragen. Dat werd mij dan altijd gezegd. En nou goed, ik hoop dat je. Ik geef hem aan jou. Ik ben heel erg vereerd. Ja, nou ja, goed, je bent mijn moeder, hè? Ja. Dus ja. Ja. Dus, dit is ook een collectors item. Dus het originele krijg je nog. Maar ik ga hem zo voor jou zien. Ja. Dat ja? Is, dat is echt heel erg. Ja. Ja. Nou, we willen even heel zeggen dat ik heel erg trots op je ben. Ja, dankjewel. En dat ik vind dat je hebt helemaal niks van mij. Nee. Nee, klopt. Nee, je bent creatief, je houdt van dansen, je houdt van zingen. Schrijven, nou is het boek er dus. Ja, ja, had ik niet gedacht. Ja, had ik van de week nog gezegd. Van goh, ik had niet gedacht dat ze nog iets zou komen. Dat ging eigenlijk ook niet. Ja, maar ik bedoelde het. Nee, nee, nee. We hebben het vaak over gehad.
En ik heb ook wel eens gedacht van ja, zo zou ik ook wel een boek willen schrijven. Ieder jaar naar Italië. Nou, doe! Ja, maar het was heel hard werken. Nee, joh, en ook met schrijven kunnen ze heel hard moeten werken. Ja. Want het was echt een heel gebeuren, wil ik zeggen. En ja. Zo te schrijven, nou, de tweede verkozen heb ik alleen maar zijn slanken. Dat hebben ze. Dus dat weten mijn schrijfjes ook allemaal. Ja. En dat weet ik ook wel niet van. Ja, weet ik. Maar het schrijven is echt heel hard. Ja, het is ik vind het zo'n mooie titel. Nou, die heb jij daarna begonnen. Ik vind het zo'n mooie titel. En ik vind ook Petra Knapen. Ja. Dat ben ik trots. Ja. Dat ben ik trots op jou. Ja, ja, het is ook zo. Ja. Dankjewel. Nou, graag gedaan. Ja. Nou, dat was het eigenlijk. En zo, dankjewel. Ja, wat leven de schrijvers. Die krijgen ook een officiële kleurrijke schrijver. Wat leuk. Oh, wat leuk. En ik heb een plantje erbij. Wat je water moet geven, net als je boek. Je moet het echt steeds een klein beetje water en voeding geven. En dan groeit het uit tot iets heel moois. En ook iets heel... voedings, hè? Want dit is zo'n simpele klimop, hè? Maar ik vind ook de natuur en dieren belangrijk. En juist de klimop is voor heel veel dieren ook een schuilplaats of een voedselbron of dat soort dingen. Dus daarom heb ik voor de klimop gekozen, dit keer. Ja. Hè? Dus heel super natuurlijk, maar gewoon wel heel fijn voor de natuur. En ja. Nu dus, wow, dankjewel Esther! Zo mensen, nou we gaan de koppen gaan. Jeetje, nou ik denk dat we het ergste hebben gehad nu. Ja.